Ik wil graag even meedelen dat ik nieuwe channel designs! Woehoe! Yo! Een paar maanden geleden had ik heel impulsief eens op Twitter gezet dat ik iets ging doen met een meeting in een huis. En mijn huis, what the fuck? Kijk, dat idee gaat niet door. Ik heb heel veel ruzie gehad met mijn mama en het gaat niet door. Hey Sid, waarom had je ruzie met je mama? 3 keer raden! Niet grap. Ik heb wel iets beter. Ik heb iets heel chillen. Zoals jullie weten, ik heb deze telefoon gekregen van Samsung en Vodafone. Waarvoor ik hun heel dankbaar ben. Thanks. Omdat ik weet dat heel veel van jullie mij toch willen zien en toch eens willen chillen met mij. En een meeting ook veel te cringe vinden om naartoe te gaan. Is er iets beter? Er is iets veel beter. Er komt een gaming channel waarop ik iets geweldigs ga doen. Maar echt iets wat ik nooit had gedacht dat ik ging doen in mijn leven. Want dus het gaat boven alle verwachtingen. Het coole is dat heel veel daarvan zich plaatsvindt in een fucking grote villa. Echt een hele grote villa in de Ardennen. Wow. It's gonna be crazy. It's gonna be lit, fam. En dat gaat echt heel dik zijn. En nu denken jullie waarschijnlijk... Hey, zit dat... Stop. Wat... What the fuck, waarom zeg je dat? Waarschijnlijk gaat het toch nog... Kijk, enkele van jullie, jongens, meisjes, oma's, misschien andere mensen, misschien geen mensen, misschien andere dingen. Jullie kunnen een oog in een huis. Jullie kunnen meechillen met YouTubers in een huis. Nog niet zeggen wie, maar... Het wordt keihard. Als je mij kent, dan kan je de YouTubers die daar zitten sowieso groter dan mij. Sterker dan mij. Meer subs dan mij. Crazy. Het enige wat je moet doen is je aanmelden op een site. En dan moet je wedstrijd doen of zo. En dan moet je even iets fixen. Maar dan is het allemaal waard. Om in een huis te zitten met YouTubers. Wij zijn... Chille mensen, dat is chill. Moet naar de site gaan in de beschrijving. Van getowned.nl ofzo. Moet je even iets op invullen ofzo, ik weet het zelf niet. Dat er iets leuk en over jezelf. Dat gaat echt dik zijn. Dat is iets dat je niet gaat vergeten in je leven. Dat wou ik even zeggen. Hey! Ja, dat gaat echt dik zijn. Als je gamet, of je vindt gamen leuk. Of gamen zegt je echt helemaal niks. En dat interesseert je echt niks. En je wil gewoon in huis chillen en hele dikke dingen doen. Meld je dan even aan op die site. Zoiets wil je niet missen. Als ik een YouTube kijker was. Als ik naar video's zou kijken, wat ik ook doe. Dan zou ik voor zoiets gaan, echt waar. Yo! Tweede video van vandaag. Ik heb meer geld nodig. Oké, nee, ik had gisteren niet geüpload. Ik wou weer een beetje op schema komen. Anders gingen mensen vergeten wie dat ik was. Enkele dagen geleden heb ik de fanmail video geüpload. Waar ik met Martijn en George video's ging opnemen. We gingen geen video's opnemen. We gingen fanmail openen. En in die video, hier een klein stukje. Deze doos zit vol met dingen. Wow. Mijn allereerste iPod. Ik had een streepjes t-shirt aan. Ik had een Supreme shirt aan. Met lange witte streepjes. Ik leek op een crimineel. Sommige mensen zeiden dat ik op een werknemer van de Foot Locker leek. En dat is zo, ik lijk op een werknemer van de Foot Locker als ik dat t-shirt aan heb. Want dat kenmerkt de Foot Locker gewoon. Mensen die zo met, ja, zo'n dingen rondlopen. Jullie weten welke dingen. En het grappige is, heel veel mensen hadden dat ook gekomen. Dat ik op iemand leek van de fucking Foot Locker. Ja. Het grappige is, ik heb nog in de Foot Locker gewerkt. Ik ben ontslagen na 1 dag. Er zit een dikke plot twist in. Het belangrijkste is dat ik wel het grootste geheim van de Foot Locker weet. En daarom ben ik ontslagen. Nou ja, we gaan het gewoon zeggen. Het geheim van de Foot Locker. Neem even een alcoholstift. En een blaadje papier. Oké, ik ga even een tekening maken. Dit is de Foot Locker. Het is een domme schets, maar dit is de voorkant van de Foot Locker. En hier staan er dan allemaal schoenen en zo en kleren. Bij de meeste Foot Lockers, ik weet niet eens of ik dit mag zeggen, maar oké. Iedereen loopt daar rond met de oortjes hoor. En dat had ik ook. Ik liep daar ook rond met een oortje. Dus een oortje? Heb ik hier een oortje? Hallo? Ik had een fucking oortje klaargelegd. Yo, waar is het oortje? Garm. De Apple Earpods. Je weet het zelf ook. Jammer genoeg heb ik daar niks aan, ik heb geen iPhone. In de Foot Locker werken ze altijd met 1 oortje in. You can see it right here. Wow. En iedereen loopt daar dus rond met zo'n oortje. En daarmee kunnen ze praten met de mensen die in het magazijn zitten. Het magazijn! Het magazijn bevindt zich onder de Foot Locker. Dus we hebben hier de Foot Locker. Daaronder, echt onder de grond. Soms is het magazijn erboven, soms eronder. Daar zitten er ook werknemers. Er zitten mensen in de winkel en er zitten mensen in het magazijn. Als mensen in de winkel schoenen nodig hebben of kleren in een maat die ze niet hebben in de winkel, sturen ze een berichtje naar mensen in het magazijn om die naar boven te sturen. Hey Henk, stuur even die teringschoen in maat 65 naar boven, please. Dan gaan ze die schoen halen in het magazijn en dan fixen ze die shit. Enige is, ze doen veel meer in het magazijn dan alleen schoenen naar boven sturen. Ze bekijken ook de camerabeelden. Beneden hangen al de schermpjes met daar camerabeelden op om te zien of niemand iets steelt. Stel, iemand steelt iets, dan lopen ze naar boven met machinegeweer en dan schieten ze iedereen dood. Dat doen ze echt. Ik meen het. Test het maar. Dus die oortjes kunnen gebruikt worden voor communicatie, om zo dingen te doen. Mijn eerste dag in de Foot Locker. Ik kwam daartoe. Alles werd uitgelegd aan mij. Ik kreeg een oortje, bla bla bla. Ik dacht dat ik in het magazijn ging moeten werken. Maar blijkbaar is dat niet zo.
blijkbaar wordt daar onderling gehandeld ofzo. En werken de coole mensen altijd in het magazijn. Omdat je daar geen fok moet doen. Wel een fok, maar minder foks. Het punt is, elke keer als er iemand in de foodlocker binnenkomt, kunnen de mensen in het magazijn zien hoe die persoon eruit ziet. En stel er wandelt nu echt zo'n familie Flodder in de foodlocker. Mensen die alle kleuren van de regenboog aan hebben. En zo'n typische trackcar. Zo'n trackcar waarmee ze zo weet ik veel waar daar is. Het waarschijnlijk allemaal dode baby's ofzo. Daar komen ze dan mee binnen in de foodlocker. Die mensen die onder in het magazijn zitten, lachen hun helemaal dood. En beginnen door die oortjes te lachen met die mensen. Dus die mensen boven die werken voor de foodlocker horen ook allemaal wie er binnenkomt. Beginnen daar ook mee te lachen. Allemaal. En dan moet er één iemand natuurlijk die familie Flodder gaan helpen. Want die mensen hebben natuurlijk hulp nodig. Want ze kunnen niet lezen, denk ik. Ze fucking analfabeten. Dat was ik de lul die die familie Flodder moest gaan helpen. Ik stond daar voor die mensen te luisteren naar een vraag. Maar eigenlijk niet te luisteren naar een vraag. Ik hoorde gewoon woorden, maar ik kon er mij niks bij voorstellen. Want in mijn oortje waren die mensen beneden die mensen constant aan het afbreken. Ook constant aan het lachen met hun kleren en hun haar. En weet ik veel, het haar dan nog uit hun broek kwam bij hun... Ja, en ik stond daar als acid die mijn lach niet kan inhouden. Gewoon te luisteren naar die mensen zo van, ha, leuk verhaal. En eens begin ik die mensen gewoon keihard uit te lachen in hun gezicht. Net op dat moment stond de gerant van de winkel te kijken. Volledig gefokt. Die mensen vonden het onrespectvol en dachten dat ik aan het uitlachen was. Wat ook zo was. Je kan niet zo binnenkomen in een foodlocker met een trackcar en 9 baby's. Kan je echt niet maken. En ik kon mijn lach niet inhouden, want die mensen beneden waren gewoon constant aan het afbreken. kijk naar hun schoenen, wat komen ze hier doen? Waarschijnlijk ruik je een half van buiten komen. Geen goede tijd. Ik verdiende ook weinig kluit. Ik heb nooit kluit gekregen. Je eerste dagen zijn gratis werk. Maar natuurlijk is het veel meer dan alleen dat. Als er mensen binnenkomen met hele grote puisten op hun gezicht, dan lachen ze daarmee. Probeer je lach in te houden. Je wil mensen vriendelijk helpen en dat gaat niet. Dat kan niet. Die klojo's zitten de hele tijd dingen door haar oortje te roepen en jij staat daar gewoon zo van, godverdomme man. Wat moet ik doen? Hij is echt die mensen, respect voor iedereen in de foodlocker, echt wel. Als je daar kan werken zonder zo de hele tijd, nee, wow, crazy. Even voor de duidelijkheid, mijn streepje shirt is niet van de fucking foodlocker. Where you at, man? Yo, are you here, man? Yeah, funny. Hij zat in de was. Hier is hij. Zoals je kan zien, het is geen fucking foodlocker merk. Terwijl ik wel zo'n foodlocker shirt zou willen. De volgende keer als ik in de stad ben waar er een foodlocker is, ga ik binnen gaan met de camera. Vragen of ik zo'n t-shirt kan kopen. Deze stinkt echt als weet. Ik weet niet wat ik hierin heb gedaan. Ik ga mijn handen om de video af te sluiten. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik weet zelf ook echt niet waarom ik ontslaan ben uit de foodlocker. Ik bedoel, dit staat mij gewoon nog oké. Ik vind het ook een heel vet t-shirt. Ik lijk op een scheidsrechter of zo. Of iemand die in de foodlocker werkt. Ik weet ook niet waar met mijn haar is. Het is weer een vogelnestje of zo. Dus dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Ik ben Ace. Tot de volgende keer. Hallo. Je beste vriend in de Nederlandse YouTube community. Ik kan niet meer vertellen over jullie relatie. Patricia Pai.